Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. In Nederland is vrijwel geen bewolking aanwezig, wat sluierwolken in het uiterste zuidwesten van het land. Maar de meeste wolken trekken vandaag over België. Zuiden pikt daar af en toe een vleugje van mee. En verder is het gewoon ronduit zonnig. Vanochtend hebben we temperaturen van 15 tot 17 graden en de meest matige wind uit het noordoosten. In het binnenland is de wind vaak zwak. Vanmiddag wordt het 21 tot 25 graden met aanhoudend volop zon. En in het zuiden net iets meer bewolking. Maar naar alle waarschijnlijkheid blijft het wel gewoon droog. Vanavond lang temperatuur in de buurt van de 20 graden. En ook dan is het helder met een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Dan gaan we naar morgen en dan zien we het weerbeeld toch langzaam veranderen. We starten nog met veel zon. Maar in de middag van het zuidwesten uit meer bewolking. En laat op de dag. Op veel plaatsen pas in de avond kans op een enkele bui. 23 tot 26, lokaal misschien 27 graden. Een warme dag dus, de temperatuur gaat zaterdag en zondag wel wat omlaag. Zaterdag is het 22 graden, zondag een graad of 20. Er vallen van tijd tot tijd buien, maar er is ook zeker ruimte voor de zon. En de meeste buien lijken we op zondag tegen te komen. Ook maandag is het nog licht wisselvallig, daarna keert de zomer terug. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.